Operatie en oefening van de brandweer hier in de woning van Le Vier aan de Schielandlaan. En we willen jullie iets laten zien van de brandweer, maar we willen ook met jullie hebben over wat kun je zelf doen om brand te voorkomen en ook als de brand is om veilig te kunnen ontvluchten. Er zijn... Wat u nu hoort... Dat is een... Kop op de rookmelder. Deze rookmelder is hier, maar die andere rookmelder is hier binnen in het pand. Dus ergens in dit pand is nu waarschijnlijk brand ontstaan en die heeft die rookmelder gedetecteerd. En deze is gekoppeld. Dit is een heel sluw systeem. Is niet erg duur, waarbij je dus ook de buren bijvoorbeeld kunt waarschuwen of mensen van boven naar beneden worden gewaarschuwd als er boven brandt. Oh, er komt niet meer naar buiten. Wat is er gebeurd? De rookmelder ging op. Mogen toch vol met rook. Oké, en nu, wat ga je nu doen? Ik moet 112 in belden. Oké, en wat ga je vertellen aan 112? Dat we brand hebben. Oké, nou. Mogen we meeluisteren? Jazeker. Oké, belangrijk mensen, dat je zo snel mogelijk nu ook de brandweer belt via 112. En dat je aangeeft waar brand is, wat de brand en of er nog mensen binnen zijn. Dat is voor ons heel belangrijk. Even meeluisteren. Ik heb brand. De rookmelder ging af. Ik heb brand. Pastoraal. Schielandlaan nummer 18. Ja. Ja, dat klopt. Ja, een brandje is ontstaan in de keuken. En de rookmelder ging af. Dus ik ben... Ja, ik ben snel naar buiten gegaan. Hier is naar buiten. Klopt. Wiel heeft die vaste lijn en heeft aangegeven dat op Schielandlaan nummer 18, dat willen wij als brandweer ook graag weten. En als er mensen binnen zijn, moeten wij nog meer risico's nemen. Hier gaat de rookmelder weer af. En die rookmelders, die redden mensenlevens. Want als je s'nachts slaapt, dan krijg je niet alles meer mee via je zintuigen. Dan is het goed dat er zo'n systeem je waarschuwt. Dat je omgeving gewaarschuwd wordt door dit signaal, en dat is heel hard en doordringend. En dat je zorgt dat je zo snel mogelijk buiten komt. Het is ook goed om dan even je vluchtweg te bekijken. Als je van boven naar beneden moet vluchten, dat je niet op de trap allerlei wasgoed hebt liggen, of allerlei schoenen en andere producten, want in de haast kun je dan nog vallen. Deze rookmelder heeft ervoor gezorgd dat deze meneer buiten staat, en dat we nu weten dat er brand is. En we hebben nu de brandweer gealarmeerd. Staat hier al de brandweer? Nee. Nog niet. Dus we moeten even wachten. Hoe komt het dat we moeten wachten? Onze brandweermensen, ik zal het antwoord geven, dat zijn vrijwilligers. Dat zijn mensen die gewoon aan het werk zijn en een hoofdberoep hebben. Maar die op een gegeven moment ook misschien nu bij de sportvereniging zijn of thuis aan het eten zijn. En die moeten dus eerst naar de kazerne. En dat kan een paar minuten duren. Daarom is het zo belangrijk dat jullie, als er de brand is, zo snel mogelijk naar buiten gaan. En de brand erop vangt. Dat is belangrijk. En ook dat je alle huisgenoten meekrijgt. Dus denk nog eens na, hoe kan ik naar buiten komen? Hoe kan ik vluchten? En doe een goede melding naar 112. En nu moeten we wachten op de brandweer. En die is onderweg. En even een tip aan alle ouders. Zorg even dat je de kinderen straks aan de hand hebt. Want die grote brandweerauto komt hier recht voor de deur te staan. En dat gaat even met toeters en bellen. Dus we maken wat lawaai. Even wachten op de brandweer. En dat kan inderdaad een paar minuten duren. Want die moet eerst gealarmeerd worden. De mensen dat ze naar de kazerne moeten en er staat een adres op en ook waarom dat we deze kant op moeten. Dus in dit geval een brand, een woningbrand en ook belangrijk is om te weten of er slachtoffers zijn, maar dan gaan wij met nog meer haast en met nog meer geweld deze kant op als het moet. Die pager heeft elke brandweerman en die waarschuwt hem dus dat er hier wat aan de hand is. We gaan naar de kazerne, daar kleden we ons om. Straks zie je mensen met een sterk brandweerpak en ook met een rode brandweerhelm. En die gaan ook met ademlucht straks hier naar binnen toe. Ademlucht, dat is een fles die mensen op de rug dragen. En daar zit gewoon buitenlucht in, maar wel samengeperst.
maar wel onder druk, waardoor we ongeveer 20 minuten in de rookomgeving kunnen werken. Rook is altijd schadelijk, rook is altijd gevaarlijk. Dus als u een woning heeft en u heeft rook, zorg dat u met die mensen buiten komt. We krijgen een melding. 3633, goedenavond, zegt u maar over. Dit is de roepnummer van de auto. Woningbrand aan de Schiedamlaan 18, is dat kanaal correct ook? Ja, dat is helemaal correct. Woningbrand, Schiedamlaan nummer 18 in Stadskanaal en het zal gaan om een keukenbrand over. Ja, zeg, het is een keukenbrand. Heeft u mij nog naar de informatie of de personen uit de woning zijn wat ze nog aanwezig zijn? Ja, er zouden zich geen personen meer in de woning bevinden. De melder is tegen de bewoner over. Ja, geen personen meer in de woning. Melder is de bewoner van de woning. Is hij nog aanwezig over? Ja, de bewoner die wacht u ter plaatse op. Over. De bewoner wacht op ter plaatse. Wij zijn inmiddels uitgerust AC. Kunt u nog aangeven wat voor bebouwing het gaat over? Mooi, Sofia. Uitgerukt, de bebouwing betreft Rijtjeswoning, over. Keukenbrand in de Rijtjeswoning, niemand meer binnen, melden wachten zo, is begrepen, over. Die kan zijn 28 meter in de hoogte, kan die bij brand ondersteunen, kan ook mensen redden. Dus die vraag is nu, wat voor type woning kan ik aantreffen? Het is een Rijtjeswoning, nou, dat maakt het makkelijker. Dan hoeft die hoogwerker hier nu niet direct ingezet te worden. Voor de rest was de vraag ook, zijn er mensen buiten? Heel belangrijk voor de brandweer om dat ook te weten, want dan hoeven wij echt minder risico te nemen om naar binnen te gaan. Dat nu de bewoner zelf de brand erop kan, dan weten wij wat het goede adres is en dan kunnen we ook informatie krijgen. Of er misschien nog wat andere zaken zijn die belangrijk zijn. Zijn er misschien nog gasflessen in de woning en waar brandt het? U ziet nu, de brandweermensen hebben een fles op de rug met hun voorraad schone lucht en die gaan nu een verkenning doen. Bij kunnen komen. U ziet daar iemand met een tekst bevelvoerder op de rug. Dat is de leidinggevende nu van deze ploeg. Dat is de man die ook de commando's geeft en die zet nu al zijn mensen aan het werk. We hebben een brandweerauto en er zit 2000 liter brandweer, bluswater zit al in de auto. En we gaan nu slangen uitrollen. Dat zijn in dit geval hoge drukslangen. En we gaan vanaf de tank van die 2000 liter of water kunnen we helemaal wel gaan blussen. Deze gaat echt blussen. De bevelvoerder krijgt u informatie van zijn verkennende ploeg. Die geven aan waar het brandt en hoe je daar het beste en snelste kunt komen. Nee, dat is niet zo. U ziet nu dat heel voorzichtig de deur wordt geopend, omdat als wij de deur openen, komt er extra zuurstof bij de brand. En die brand kan zich heel snel ontwikkelen en er kunnen ook hete gassen naar buiten komen. Dus ze gaan nu een verkenning doen en ze hebben het snel klaar liggen om dan als de brand verder uitdrijft dat ze zichzelf kunnen beschermen. We hebben sterke pakken, die zijn brandwerend. Er zitten laarzen bij met veiligheidszolen. En we hebben handschoenen en een helm. En we gaan nu een masker opzetten. Zodanig dat we de lucht uit de flessen direct kunnen inademen en dat we geen rookgassen naar binnen krijgen. Er komt even een bericht voor de meldkamer. 6633, geen bericht over. AC te plaatsen, inderdaad keukenbrand, wij zijn binnen bezig met de blussing. Ik wil graag een ambulance te plaatsen voor de bewoner met rookinhalatie over. Ja, hier zit toch. Ambulance ter plaatse vanwege rookinhalatie.
Jullie zijn ter plaatse en zijn aan het blussen. Dat is begrepen 3633 uit. Ja, dit was een bericht dat doorgegeven wordt naar de meldkamer. Dan weet ook de brandweermeldkamer of er nog meer eenheden moeten komen. Dat is dus niet nodig, maar wel een ambulance. Want meneer heeft toch rook ingeademd en rook is altijd gevaarlijk. Rook is altijd zo'n schadelijke stoffen. Zo bij een echte brand zorg dat je niet in de rook gaat staan. We gaan nu naar binnen en de brand is gelokaliseerd en we gaan nu zo snel mogelijk aan blussen. Ja, er komt behoorlijk wat rook uit. Onze mensen zijn getraind om ook in deze omstandigheden wel een weg te vinden om goed te kunnen verkennen. En je kunt binnen geen hand meer voor ogen zien en dat is ook in de echte situatie. Daarom zijn die rookmelders zo verschrikkelijk belangrijk. Ik kan het niet meer genoeg zeggen. Zorg dat je goed werkende rookmelders heeft en zorg dat je op elke verdiepingslaag tenminste één hebt in de ruimte waar je door moet om te vluchten. Dat is heel belangrijk, maar liefst nog ook op de plaats aan. Die hebben dus constant contact met de proef buiten, dat is voor de eigen veiligheid. En die kunnen ook, als er bijzondere omstandigheden zijn, een brand die zich verder ontwikkelt. Of als er toch bijzondere gevaren zijn, kunnen ze dat direct doorgeven aan de bevelvoerder. En dat is de man die de leiding heeft hier en die buiten hier voor de auto staat. De brandweer zijn, allemaal hebben ze meestal een ander hoofdberoep, maar die hebben toestemming van de werkgever. En die mogen dan bij het werk weg of die hebben thuis afspraken dat ze hier bij de brandweer kunnen uitdrukken. We hebben net weer een werving gedaan en we hebben gelukkig weer wat mensen die zich aangemeld hebben. Maar geregeld vragen wij ook vrijwilligers. Dus weet je attent als weer zijn oproep is, dat u zich eventueel als u daarvoor in het plaatje past, dat u zich gaat melden bij ons. We zoeken altijd nog mensen. Ja, dat is net door de poef die binnenkomt. Hier wordt klaargezet en de ventilator is bedoeld om straks die rook uit het gebouw te krijgen, uit de woning te krijgen. Inspecteur, mooi. Ja. Brandmeester betekent niet dat het vuur uit is, maar dat betekent in ieder geval dat die brand zich niet verder kan uitbreiden. Dat bedoelen wij met brandmeester. En er wordt nu een ventilator aangetrokken, die moet op een gegeven moment nu de rook zo snel mogelijk uit de woning blazen. Dat betekent dat wij beter ons werk kunnen doen en ook dat de rook niet meer gevaarlijk is voor de mensen. Je ziet dat boven heel veel rook uit de woning komt. En een paar minuten tijd is de hele woning heel veel rook. Dat is een gevaarlijke Ja, volgens mij betreft een woning van de 4. Toch graag iemand van de 4 te plaatsen en graag communicatie via de meldkamer wordt contact gezocht met de verhuurder. Dat is in dit geval de 4. En er wordt ook snel inzet hebben gedaan en de brand weer klein hebben kunnen houden door een snelle melding. Daar is ook de rookmelder voor belangrijk dat die omgeving ons op tijd wekt en op tijd ook waarschuwt. En daardoor kunnen we de brand ook klein houden en staat ook iedereen veilig buiten. En ik zou zeggen een klein applausje voor onze brandweermensen met deze warmte die deze demo hebben gegeven. En dan heb ik straks nu de uitnodiging als de brandweerauto weg is en de slangen zijn opgeruimd. Dat is zo goed te doen. Maar niet te stoppen, niet te komen, maar ook om jezelf te redden.
Ja, klopt. Is dat iets van jullie met een leren koppeling?